Goed, daarmee zijn we aanbeland bij het derde deel van het verhaal, nadat we eerst eens gaan kijken naar die officiële criminaliteitsstatistieken en dan naar zelfrapportagestudies. Ga ik in de rest van het verhaal samen met jullie eens een aantal verklaringen, hypothesen overlopen die eventueel die trends, die evoluties die we hebben gezien, beter in beeld zouden kunnen brengen, beter inzicht zouden kunnen verschaffen in wat daar nu precies gebeurt. Ook al moeten we bij die twee, zowel de officiële criminaliteitsstatistieken als die zelfrapportagecijfers, vraagtekens stellen in welke mate ze werkelijk iets zeggen over waarin we uiteindelijk geïnteresseerd zijn, dat is die werkelijke criminaliteit. Ik ga evengoed zoals het daar juist niet de bedoeling was om een volledig overzicht te geven van cijfers en statistieken met betrekking tot jeugddelinquentie, ga ik dat ook niet doen voor de hypothesen, voor de mogelijke verklaringen. Ik heb er een aantal, of we hebben er een aantal uitgehaald die misschien het meest in het oog springen, soms omdat ze ook de hoogste of meer plausibiliteit meekrijgen, soms omdat ze opvallend zijn omwille van het feit dat we er niet meteen zouden bij stilstaan, dat het mogelijke verklaringen kunnen zijn. Maar het is dus een selectie. Het is geen volledig beeld van alle mogelijke verklaringen die die trends met betrekking tot jeugddelinquentie in beeld brengen. Ik heb er een zevental geselecteerd en ik begin met een eerste die wel terugkomt op wat daar juist al is gezegd. Vooral die officiële criminaliteitsstatistieken die geven ons een beeld van hetgeen van de zaken waarmee men op het niveau van politie, justitie en zo verder in aanraking komt, veel meer dan dat het een beeld geeft van de werkelijke criminaliteit. Dus trends in die cijfers die hebben ook onmiskenbaar iets te maken met de werking van die diensten zelf, de werking van politiediensten, justitiediensten. Maar je kunt dat nog veel verder of veel breder zien. Het heeft ook te maken met een criminaliteitsbeleid, met politieke keuzes die worden genomen op het vlak van criminaliteit, preventie, maar ook het bredere sociale beleid. We merken bijvoorbeeld in die statistieken van het Openbaar Ministerie, schiet er hier en daar al eens een parket, een rechtbank, in de statistieken voor bepaalde feiten de hoogte in, omdat net daar de prioriteit aan gegeven wordt. Ik denk onder andere aan vervolgingsbeleid met betrekking tot cannabis- of drugsgebruik. Daar waar dat wat feller wordt doorgevoerd als prioriteit, zie je alvast op korte termijn of op middellange termijn ook de statistieken daar stijgen. Dat heeft niet noodzakelijk iets te maken met de werkelijke criminaliteit waarin we geïnteresseerd zijn, maar wel met de prioriteiten, wel met de keuzes die men maakt bij de diensten die bezig zijn met dit soort of deze vormen van criminaliteit. Dus dat was een eerste mogelijke verklaring, evoluties, veranderingen in de werking van politie, justitie en politieke keuzes op dat vlak. Een tweede belangrijk punt, denk ik, hangt samen met demografische veranderingen. In veel van de statistieken die we er juist hebben gezien, worden absolute aantallen weergegeven. En dus je ziet al inderdaad schommelingen voor een aantal gegevens, opvallende dalingen in die statistieken. Maar het gaat over absolute aantallen, waar we in principe altijd ons de vraag zouden moeten stellen, maar als je dat nu bekijkt op het totale aantal jongeren in onze samenleving, is er dan nog altijd sprake van een daling van een status quo of eventueel van een stijging. Dus je zou ook moeten gaan kijken naar demografische veranderingen. Is het zo dat het aantal jongeren bijvoorbeeld niet eenvoudig is toegenomen over een bepaalde periode? We hebben een babyboom gekend in een bepaalde periode, 20 jaar later, 18 jaar later, zou je dan eventueel, althans in de absolute aantallen, ook een piek kunnen aantreffen die je kunt verklaren of voor een stuk kunt verklaren door ook eens te gaan kijken naar die demografische veranderingen. We hebben dat in ieder geval al eens gedaan wat betreft Vlaanderen, om dan naast die statistieken te leggen die jullie daar juist hebben gezien. En daar kan het geenszins een verklaring zijn voor de daling. En je ziet inderdaad kleine fluctuaties in die aantal minderjarigen, het aantal minderjarigen in onze populatie, maar die zijn niet van die aard om bijvoorbeeld de dalingen op het niveau van het Openbaar Ministerie en de instroom in de parketten, om die te gaan verklaren. Maar het is een element wat we mee moeten nemen en waar we op zijn minst ook eens moeten naar kijken wanneer we het hebben over criminaliteitscijfers in het algemeen,
en uiteraard ook jeugddelinquentie, daar waar het gaat over minderjarigen. Een derde mogelijke groep aan verklaringen of hypothesen voor een eventuele daling in criminaliteit in het algemeen, jeugddelinquentie in het bijzonder, zouden evoluties op het vlak van gezondheid en welzijn kunnen zijn. En er zijn studies geweest, en dat zien we terugkomen ook wanneer we kijken naar verklaringen op het individuele niveau. Wat zijn nu elementen die aanleiding kunnen geven tot het stellen van delinquent gedrag bijvoorbeeld? Dan is een van de constanten is onder andere alcohol en druggebruik. Alcohol en druggebruik, omdat men, wanneer men onder invloed is van alcohol en drugs, makkelijker, sneller bepaalde feiten pleegt die men anders niet zou plegen wanneer men niet onder invloed is van alcohol of drugs. Maar anderzijds ook om alcohol en vooral een drugsverslaving te onderhouden, is soms ook criminaliteit nodig om in die middelen te kunnen voorzien. Dus we zien het al terugkomen op het individuele niveau. Wanneer men dat meer maatschappelijk bekijkt, en ook daar bestaan voorbeelden van, zijn er ook studies die aantonen dat er een soort samenhang is tussen alcohol-drugsconsumptie over de jaren heen en een evolutie van criminaliteitscijfers. Uiteraard, het is bijzonder moeilijk, daar kunnen we, zouden we uitgebreid kunnen discussiëren of methodologische discussies over kunnen opzetten, om daar een causale uitspraak aan vast te hangen. Maar je ziet wel een zekere samenhang. Dat tweede puntje is wat dat betreft misschien nog interessanter, minder verwacht dan alcohol en druggebruik. Maar er zijn ook een aantal studies geweest, en niet van de minste, die hebben aangetoond dat evoluties in het loodgehalte in ons bloed aanleiding kan geven tot veranderingen met betrekking tot criminaliteit. Er is een periode geweest waarbij in uitlaatgassen, in verf die men gebruikt, in tal van producten waar mensen mee in aanraking komen, dat daar lood in zit, wat vervolgens ook terechtkomt in ons lichaam. En loodvergiftiging in het algemeen geeft ook aanleiding tot gedragsproblemen, dysfuncties en zou in principe ook kunnen leiden tot criminaliteit en delinquentie. En dan zie je een mooie figuur die dat inderdaad wat in beeld brengt. Wat je hier ziet is de evolutie van de gemiddelde bloedloodconcentraties bij jonge kinderen, kinderen, kleuters, peuters, min 6 jaar. En een evolutie, niet op die periode, maar dan telkens 18 à 23 jaar later, wanneer die jonge kinderen de leeftijd bereiken waarop men in principe het meest criminaliteit pleegt. En dan zie je dat die criminaliteitsstatistieken, dat die min of meer gelijk lopen met die gemiddelde bloedloodconcentraties bij die heel jonge kinderen. Ik laat het alleen maar zien omdat het wat mij betreft een heel opvallende samenhang is. Nogmaals, in welke mate je daar echt causaliteit aan kunt ophangen, daar kom ik straks toch ook nog heel kort op terug, is natuurlijk een heel ander vraagstuk. En daar waar we al met heel complexe materie zitten, maakt het nog wat complexer, denk ik. Dat derde puntje is een gelijkaardig voorbeeld. En daar zijn veel minder studies rond terug te vinden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook een aantal auteurs die gewezen hebben op de legalisering van abortus als een mogelijke verklaring voor niet zozeer jeugddelinquentie, maar een algemene, een universele crime drop. Waarbij de idee of de achterliggende gedachte is, daar waar abortus wettelijk juridisch gezien mogelijk wordt, zijn er minder ongewenste kinderen. Minder kinderen die worden opgevoed in een minder warme omgeving. De band met de ouders is wat dat betreft misschien sterker. Wat op zijn beurt zien we ook terugkeren in individuele verklaringen voor delinquentie. Een verklaring zou kunnen zijn voor een daling van criminaliteit. Ik geef toe dat ik, naarmate ik daarmee verder ga, wat ver en verder zoek. Maar ik geef ze maar mee als mogelijke verklaringen die onder die globale noemer evoluties, veranderingen op het niveau van de gezondheid, gezondheidszorg, een rol zouden kunnen spelen. Een vierde grote groep, komen we al wat meer in het domein waarin wij wat beter thuis zijn, denk ik, als criminaliteit en verklaringen voor criminaliteit. Het leunt er wat dichterbij aan dan die vorige evoluties. En dat zijn evoluties op het vlak van preventie en criminaliteitsbeleid opnieuw. Sluit wat aan bij dat eerste puntje dat ik er juist heb aangehaald.
Waarbij toch wel een aantal studies wijzen op het feit dat daar waar de focus verschuift van een aanpak van criminaliteit naar een aanpak van gedrag wat criminaliteit vooraf gaat, en er zijn wel aanwijzingen die gewag maken van zo'n evolutie, en we focussen ons in een risicosamenleving minder op criminaliteit als dusdanig, maar meer op wat daaraan vooraf gaat, meer op de risicofactoren, en we zetten wat dat betreft meer in op preventie. Wel, als dat inderdaad het geval is, zou dat op zich ook weer een verklaring kunnen zijn waarom criminaliteit zelf als dusdanig misschien daalt. Ik denk onder andere aan een inzet op het niveau van preventie met betrekking tot spijbelen en schooluitval. Elementen waarvan we opnieuw uit studies weten dat die inderdaad wel wat samenhangen met het plegen van delinquentie, criminaliteit. Als jongeren minder op school zitten, zijn ze misschien meer in de publieke ruimte aanwezig, meer met anderen die ook aan het spijbelen zijn op dat moment, die ook niet langer of minder naar school gaan, wat op zijn beurt een soort trend zou kunnen of een soort cascade zou kunnen leiden, waarbij inderdaad ook kleine feiten tot zelfs zwaardere feiten in die publieke ruimte aanwezig zijn. Dus inzetten op preventie, focussen op risicofactoren, factoren die criminaliteit als dusdanig vooraf gaan, kan opnieuw een verklaring bieden, ook op het macroniveau, voor eventuele verschuivingen, dalingen met betrekking tot criminaliteit als dusdanig. Een vijfde mogelijke hypothese of een verklaring is meer particulier van aard. En is op zich wel een interessante, omdat die ook wel eens nadrukkelijk in het nieuws komt en de afgelopen jaren ook nadrukkelijker in het nieuws is geweest. En dat is dat die criminaliteit, en meer specifiek dan die jeugddelinquentie en de gewelddadige feiten die door jongeren zouden worden gepleegd, dat die voor een stuk zouden kunnen worden verklaard door het leven in een populaire cultuur die per definitie ook wat gewelddadig is. En dan wordt onder andere verwezen naar het spelen van gewelddadige games en de impact die dat zou hebben op kinderen. Die discussie wordt dikwijls aangezwengeld naar aanleiding van een aantal incidenten. Je kunt teruggaan tot Columbine en de school shootings in de Verenigde Staten, waarbij men heel vaak zocht naar een verklaring in die richting en men luisterde naar muziekteksten die nogal subversief waren op het niveau van geweld. Men speelde gewelddadige games. Bij ons is die discussie misschien wat minder actueel, maar bijvoorbeeld bij de zaak Hans van Temse had men ook, en het is naar aanleiding daarvan dat die figuur of die foto wordt getoond, had men ook op zijn kamer gewelddadige videogames gevonden. En men stond er op dat moment niet bij stil dat ongeveer bij 80-90% waarschijnlijk van de jongeren van die leeftijd zeker dit spel teruggevonden kan worden. Maar het gaf aanleiding tot opnieuw een nieuwe discussie over de rol en de invloed die dat soort gewelddadige games en gewelddadige populaire cultuur in het algemeen zou kunnen hebben op criminaliteit, op jeugddelinquentie, op gewelddadige feiten. Het onderzoek gaat in verschillende richtingen. En men spreekt inderdaad soms over een soort mimese nabootsing. Het feit dat er inderdaad een heel klein percentage misschien zal getriggerd worden door wat in gewelddadige games, films aanwezig is, om vervolgens zelf zware geweldsfeiten te stellen. Maar er zijn evengoed en misschien nog veel meer studies die hebben gewezen op een soort catharsis, waarbij het spelen van gewelddadige games net een soort uitlaatklep kan zijn om dat soort gedrag in een veilige, legitieme omgeving te kunnen stellen en het niet vervolgens ook te moeten stellen daar waar het illegaal, crimineel zou zijn. Dus ook daar schieten de verklaringen in verschillende richtingen en is het maar afhankelijk van de studie die je erop naleest in welke richting het precies gaat. Ook daar kan ook veel meer over gezegd worden dan dat ik het hier kort doe. Ik ga nog wel verder daarmee, omdat het ook een soort brug is naar het volgende wat ik de volgende of de zesde piste of hypothese voor die criminaliteitscijfers. En dat is opnieuw hetzelfde spel, Grand Theft Auto, maar dan de vijfde editie. En toen vond de politie ineens dat het een verklaring zou kunnen zijn waarom de misdaad zou dalen. Ze hadden het toen minder over die catharsis-hypothese,
waar ik er juist over sprak, namelijk dat door het spelen van dat soort spelletjes men minder geneigd is om dat soort gedrag te stellen daar waar het niet mag. Hun verklaring ging in de richting van wat dan mijn zesde grote groep aan verklaringen zou zijn. En dat is eerder een soort gelegenheid. Althans, als jongeren thuis zitten en ze spelen videogames of ze zitten thuis en ze zijn bezig achter de pc op sociale netwerksites en zo verder, dan zijn ze niet in de publieke ruimte. Als ze niet in de publieke ruimte zijn, dan stellen ze misschien ook minder criminaliteit of minder delinquent gedrag, minder criminaliteit. Die hypothese werd opgepikt in de nieuwsberichtgeving, maar het staat onder andere ook heel prominent in het jaarverslag van de federale politie als een mogelijke verklaring voor de daling van hun criminaliteitscijfers. Niet voor jongeren of voor minderjarigen als dusdanig, maar de criminaliteitscijfers in zijn totaliteit. Dat brengt me dus bij die zesde grote groep aan mogelijke verklaringen. En dat zijn gelegenheidsverklaringen, waarbij men onder andere verwijst naar individualisering en tendensen die daarmee samenhangen, waarbij jongeren, maar ook volwassenen in het algemeen, misschien een minder buitenshuisgericht vrije tijdspatroon zouden hebben en wat meer binnenshuis hun vrije tijd doorbrengen. Wat in dezelfde logica een verklaring is voor een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor het dalen van criminaliteit. Althans, voor de criminaliteit zoals wij ze klassiek meten en observeren, onder andere eigendomsdelicten. Maar misschien, en dat is iets wat de toekomst zal uitwijzen, zou het wel eens kunnen anderzijds een verklaring zijn voor het stijgen van andere vormen van criminaliteit, waar we op dit moment veel minder de vinger aan de pols hebben. En dan denk ik onder andere aan cybercriminaliteit, alles wat met criminaliteit aan internet te maken heeft en wat je inderdaad of wat je niet meer moet doen vanuit die publieke ruimte, maar van binnenuit kunt doen. Tegelijkertijd zitten onder die gelegenheidsverklaringen en theorieën nog een aantal andere elementen die ook weer een overstap vormen naar mijn zevende en laatste mogelijke groep aan verklaringen. En dat gaat over technopreventie, over beveiliging, over toegenomen cameratoezicht. Gelegenheid speelt wat dat betreft op twee domeinen. Ten eerste zijn er misschien minder potentiële daders aanwezig in de publieke ruimte omwille van die eerste verklaring, die individualiseringstendenzen en zo verder. Maar anderzijds zijn er misschien ook minder potentiële slachtoffers doordat die potentiële slachtoffers zich beter beveiligen, technopreventie toepassen op het niveau van een huis, wagen en zo verder, wat tot minder eigendomsdelicten zou kunnen leiden. En dat is meteen, dat is die zevende en laatste grote groep aan verklaringen of hypothesen. En dat is er eentje die in de literatuur, althans in de criminologische literatuur, wel het vaakst voorkomt en de grootste plausibiliteit meekrijgt. Die these of die hypothese is de hypothese waarnaar heel vaak wordt verwezen als de meest logische of voor de hand liggende hypothese om die universele crime drop, waarvan we daar juist een aantal cijfers hebben gezien, eventueel te kunnen verklaren. En waarover gaat het hier? Die securisering, of wat ook responsieve beveiliging wordt genoemd, is een soort cyclus waarbij je in onze maatschappij over de laatste 100 jaar een toegenomen welvaart ziet, een meer open samenleving, welvaardige samenleving, leidt tot meer gelegenheid, tot meer opportuniteit en leidt in principe zeker in de eerste helft van die 20e eeuw tot het stijgen van criminaliteit, tot je op een bepaald moment het ombuigen ziet van die cyclus. Daar waar criminaliteit stijgt, zal er op een bepaald moment een tegenbeweging op gang komen waarbij individuen, waarbij burgers het risico te hoog beginnen in te schatten, waarbij ze ook schrik beginnen krijgen. Ze ontwikkelen een soort onveiligheidsgevoel. De combinatie van dat onveiligheidsgevoel enerzijds en die hogere objectieve kans op slachtofferschap anderzijds, leidt ertoe dat men meer zichzelf beveiligt op allerhande domeinen. En die technopreventie die de laatste 20, 30 jaar in opmars is, heeft de burger daarbij voor een stuk geholpen. Waarbij als er meer technopreventie is, als men zichzelf meer beveiligt, er omgekeerd weer minder gelegenheid tot stand komt en minder criminaliteit zal
worden gepleegd. Het is een these, een hypothese, een verklaring voor die universele criminaliteitsdaling. Of we die echt als een universele criminaliteitsdaling kunnen beschouwen, hebben we daar juist ook wel wat genuanceerd. Maar in ieder geval een verklaring die daarbij zou kunnen aansluiten. Goed, daarmee heb ik denk ik een aantal hypothesen, een aantal mogelijke verklaringen samen met u overlopen. Nogmaals, er zijn er nog veel meer. En wat misschien nog veel belangrijker is dan dat, is dat waarschijnlijk geen van die verklaringen die ik daar juist heb opgesomd, de verklaring zal zijn voor een evolutie of een trend in criminaliteit of jeugddelinquentie. In principe, we zijn met een complex fenomeen bezig. We proberen zicht te krijgen op iets wat op zich al heel moeilijk te vatten is. Dan zou het nogal simplistisch zijn om te veronderstellen dat evoluties in dat complexe fenomeen, dat we dat zouden kunnen verklaren met één of met een enkele hypothese of verklaring. Ook daar moet men kijken naar een complex, naar een geheel, een interactie van tal van factoren die kunnen leiden tot een daling, eventueel ook een stijging van criminaliteit of jeugddelinquentie. Daarmee is dat derde hoofdstuk afgerond en dan kom ik aan wat we de uitleiding hebben genoemd, waarbij ik in eerste instantie ook nog eens een nieuw punt wil ter sprake brengen, waar wij als criminologen, als sociaal wetenschappers, soms nogal snel aan voorbij gaan. Net zoals de maatschappij in het algemeen, denk ik. We hebben dikwijls de neiging dat we voor het eerst met iets worden, of de neiging om te denken dat we voor het eerst met een bepaald fenomeen worden geconfronteerd. Criminaliteit, jeugddelinquentie. Daarbij durven we wel eens vanuit die populaire mythe gaan denken dat dat inderdaad iets is van de laatste 10, 20 jaar. Waarbij als we wat verder zouden teruggaan in de tijd, en daar zijn wij minder goed geplaatst voor, maar er zijn heel mooie historische criminaliteitsanalyses die dat wel beter in beeld brengen, dan zouden we zien dat dat niet het geval is. Dat het inderdaad niet zo is dat we in ons ons tijdsperspectief voor het eerst geconfronteerd worden met dit soort fenomenen. Om dat wat te illustreren, in onze les verwijzen wij dikwijls naar het citaat wat je daar ziet staan. Ik zal het niet helemaal of niet voorlezen. Maar het geeft aan dat een soort bezorgdheid met betrekking tot criminaliteit, een soort bezorgdheid met betrekking tot jeugdcriminaliteit, dat dat eigenlijk iets is van alle tijden en niet iets is wat ons de laatste tijd bezighoudt. Om het wat dichter bij jullie of de meeste van jullie te brengen, verwijzen wij soms ook naar dit stukje uit de campuskrant van, ik denk, een 2 of 3 tal jaar geleden. Bij het begin van een nieuw academiejaar wordt dikwijls veel in de pers geschreven en gezegd over de studenten zijn terug in Leuven, de overlast en de criminaliteit zal opnieuw toenemen. Dat is een stuk uit de campuskrant waarbij men opnieuw zo'n historisch beeld schetst en waarbij je ziet dat ook criminaliteit en overlast veroorzaakt door studenten ook iets is van alle tijden. In die mate zelfs dat de maatregelen en de manier waarop men het vroeger bestreed soms wel veel punitiever kan worden genoemd als hoe het misschien de dag van vandaag gebeurt. Je kunt het niet lezen, denk ik, maar er wordt onder andere gesproken over de universiteit en de macht van de promotor die een eigen politiemacht tot zijn beschikking had, waarbij studenten ook gewoon konden worden opgesloten. En je had toen nog de Mechelse Poort, wat eigenlijk de universiteitsgevangenis was in de 17e en de 18e eeuw, om studenten die het hier en daar wat uithingen, om die daar voor kortere of langere perioden op te sluiten. In die mate zelfs dat in de 18e eeuw een promotor is vergat dat hij net voor de kerstvakantie 2 studenten had opgesloten. Hij kwam na de kerstvakantie terug en die 2 arme jongens of meisjes, jongens in die tijd waarschijnlijk, die waren doodgevroren. Dus criminaliteit en jeugddelinquentie is blijkbaar van alle tijden. En hoe we ermee omgaan is op zich ook iets van alle tijden, al varieert het soms al eens van tijd tot tijd. Dat brengt mij bij de allerlaatste slide, waarbij criminaliteit en jeugddelinquentie niet alleen iets is van alle tijden, maar ook onze bezorgdheid als maatschappij ten aanzien van die groep jongeren, ten aanzien van de jeugd, iets is van alle tijden. Is er dan niks veranderd? Wel, ik denk het wel,
al moeten we dat weer met de nodige nuance durven behandelen, denk ik. Maar in ons onderzoek komen wij er in ieder geval op uit dat er misschien wel sprake zou kunnen zijn van een soort accentverschuiving. Nogmaals, die bezorgdheid is iets van alle tijden. Als we spreken en onderzoek doen naar jongeren, naar jeugd, dan zie je daar altijd een soort van ambivalentie rondhangen. Jongeren zijn langs de ene kant de vertegenwoordigers van onze toekomst en vertegenwoordigen in dat opzicht hoop en de toekomst. Maar worden anderzijds ook onmiddellijk gezien als een soort bedreiging. Bedreiging van de maatschappelijke orde, bedreiging van een status quo. En zijn op dat vlak inderdaad kun je spreken over jeugd als een soort Januskop, waarbij die twee elementen voortdurend in een soort balans liggen. Daar waar we misschien wel veranderingen in zien, is een lichte verschuiving in die balans en in die beeldvorming ten aanzien van jongeren, waarbij die twee elementen vroeger misschien wat meer in evenwicht waren, zien we nu misschien een soort verschuiving, dan heb ik het over de laatste 20, 30 jaar, een soort verschuiving, waarbij die jongeren wat meer worden gezien als een bedreiging, als jongeren als gevaar, meer dan jongeren in gevaar. Ook al zijn die cijfergegevens en die wetenschappelijke inzichten, spreken die dan misschien eerder tegen. Dus we hebben daar juist cijfers gezien waar problematische opvoedingssituaties die veel minder in beeld komen, die veel minder het nieuws halen bijvoorbeeld, veel prominenter aanwezig zijn dan bijvoorbeeld die als misdrijf omschreven feiten die jongeren plegen. Dus daar waar er toch een verschuiving zou kunnen zijn, situeert het zich misschien op dat vlak. Het evenwicht die er klassiek en altijd is geweest, wijkt nu of weegt nu misschien wat door in de richting van die jongeren als gevaar, youth as risk eerder dan youth at risk. Nogmaals, wetenschappelijke inzichten, en daarmee sluit ik helemaal af, die wetenschappelijke inzichten, denk ik, die geven wat tegengewicht. Die kunnen die populaire mythen wat nuanceren, maar het verhaal is tegelijkertijd zo genuanceerd dat ze niet in staat zijn om die op een eenduidige manier te ontkrachten of te bevestigen. Dus het gaat over een heel complexe materie. En als we ergens één doel hadden vandaag, dan was het vooral om de complexiteit van het fenomeen wat in beeld te brengen en het simplisme die achter de populaire mythen zit misschien wat meer op de achtergrond te duwen ten voordele van een aantal wetenschappelijke inzichten op dat vlak. Dank u wel.